Hoi, daar ben ik weer. Het is alweer tijd geleden dat jullie me zagen. En deze keer ben ik er met een kijkje in mijn glossybox. van de maand oktober. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Even kijken, waar zal ik eens mee beginnen? Nou, het eerste product wat erin zit is eentje van Anatomicals. Dit is de Stop Cracking Up Lip Balm. En die zit in een rode tube. Die ziet er zo uit. En ik ben wel benieuwd. Nu het weer wat kouder wordt, kun je niet genoeg lippenbalsems hebben. Denk ik. Dan is dit het volgende. Het is er eentje van Weleda van de Wild Rose. Rose-serie. En het is de vitaliserende gezichtscreme. Light. Dus het is een wat lichtere, wat dunnere creme. Dan is dit het volgende. Even kijken. Het zit in een heel schattig... Een schattig buideltje. Dat is een product van Gin Vera. En dit is de Green Tea Exfoliating Marvel Gel. Dus een soort een scrub-achtige cleanser, denk ik. Kon erop wachten. Het moest gaan gebeuren. En ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Dan is dit er... Een wimperkruller van Elf. En eerlijk gezegd ga ik hier niks mee doen. Ik denk dat, ja tenminste, ik ga mijn moeder of aan een vriendin geven. Want ik heb best wel krullende wimpers van mezelf. Dus ik vind dat dit een beetje overbodig is. Daarbij heb ik er ook een van de HEMA, die ik al nooit gebruik. Dus hij gaat alleen maar liggen verstoffen bij mij. Zonde, dus kan je beter aan iemand geven die er wel blij van wordt. Dus, mams, deze is voor jou. En even kijken, dan heb ik nog twee producten over. Dan is dit er eentje van Osis. Dit is de Refresh Dust. En deze geeft je textuur en het is een droog haarshampoo. Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Osis is volgens mij, als ik me niet vergis, een beetje een meer professionele lijn van Schwarzkopf. En kan je onder andere bij de kapper kopen of op internet. Dus ik laat jullie nog weten hoe deze bevalt. Dan heb ik een mascara van Rituals. Dit is de Perfection Volume Mascara. Hij is gewoon zwart. En hij moet mijn wimpers dus volume geven. Ik ga hem er niet uithalen, want ik heb nog een aantal andere al open. En vind ik zonde als hij straks niet meer goed is als ik hem echt wil gebruiken. Dit was mijn supersnelle... filmpje. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje in de glossybox te nemen. Oh, ik vergeet helemaal te zeggen van hoe duur ze zouden zijn. Even kijken. De eyelash curler van Elf is 1 euro als je hem wil kopen. De vitaliserende gezichtscreme light van Weleda zou voor 30 ml is 16,21 de adviesprijs. Dan van Gin Vera, de Green Tea Exfoliating Marvel Gel. Die zou voor 60 ml 27,50 zijn. Even kijken. Weet ik iets? Oh, de Anatomicals Stop Cracking Up Lip Balm. Die is full size en die is 3,95. Dan van Osis, de Refresh Dust. Oh. Raadpleeg onze website voor adviesprijzen. Nou, meestal zijn de producten van OCS rond 20 euro. Er kan iets boven zitten, kan er ook iets onder zitten. Dus ja, dat is een beetje volgens mij de price range. Dan is deze volume mascara van Rituals is 5,50 en full size. Ben ik nog iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even een kijkje te nemen. En dat jullie er misschien iets aan hebben. Mocht je vragen hebben of verzoekjes voor reviews. Laat het me vooral weten. In de comments hieronder. En dan zie ik jullie snel. Dankjewel.